mooie reis geweest weer. Ja. Hè? Hoe voelt het nu? Ja, ik ben nog wel een beetje bezig met het gevoel krijgen. Af en toe dan komt het binnen van, hey, we zijn klaar. Anderhalf jaar gigantisch hard gewerkt. Vanaf dag 1 de persconferentie in Amsterdam, waarbij met Team Brunel een rondje rond de wereld ging. Engeland boot klaarmaken, naar Lanzarote trainen. Start van de race, 9 maanden lang race. En ja, ik denk dat Scheveningen was voor mij wel echt de beloning van het hele verhaal. Wat daar aan respect getoond werd door fans en sponsoren en iedereen. En hoe we daar op een eigenlijk de hemel in geprezen werden. En dat was zo'n fantastische eer. Dat ik dacht van ja, dit is een goed project geweest. Dus, als je al die mensen daar ziet ook werken en iedereen weer een hoop werk heeft, de economie draait volop daardoor. En, het zeilen is weer op de kaart gezet. En waar is het begonnen? Bij een telefoontje plegen met bouwen van joh, we moeten de koppen bij elkaar steken. En uiteindelijk is Gideon er ook bij gekomen en we hebben een jaar lang een sponsor gezocht. En als het ons niet was gelukt, dan hadden we daar niet 150.000 man op de kade gehad. Met alle sponsoren en noem het maar op. En ja, dat zien veel mensen niet. Maar het is wel een fijn gevoel dat je dat soort dingen kan bereiken in je leven. En dat motiveerde ook wel enorm om mij start te pushen naar Gothenburg. En dat we ook gewoon nog weer die 2 boten hebben gepakt. Wat best wel een moeilijke opgave was op papier van vooraf aan. Dus nu zitten we hier in Gothenburg, 2e plek. Second best, happy. Ik denk met onze mogelijkheden, met onze is het het hoogst haalbaar. Ik denk dat de winnaars verdiend winnaars zijn. Ik denk ook dat wij verdiend 2e plek hebben. Dus echt heel erg voldaan. Iedereen is ook happy. Sponsors, familie, vrienden, iedereen. We zijn heel. Weer voor elkaar krijgen om rond de wereld te zeilen. Dat is toch ook wel weer. Dat vergeet men nog wel eens, vind ik. Het blijft wel een avontuur. Je doet het niet zomaar 150 dagen op een boot zitten en rond de wereld zeilen. En ja, het gaat allemaal over winnen, winnen, winnen. Maar het feit dat daar 7 boten liggen die rond de wereld hebben gevaren, of 6 in ieder geval, is een enorme achievement. En ik vind niet eentje die onder stoel of bank wordt geschoven mag worden. Het is een hele trip, kan ik vertellen. Dieptepunt? Dieptepunt. Toch ook het feit dat je erachter komt dat je niet meer kan winnen. Dat is moeilijk. Dat ik weer een etappe moet missen. Dat is ook moeilijk. Maar voor de rest, misschien nu. Het is niet afgelopen, wat gaan we nu weer doen? Ja, genoeg mooie dingen. Maar ja, het is eigenlijk een race met weinig dieptepunten. Dat is ook wel weer eens anders, want het was in het verleden wel anders. Dus zo kan het ook. Maar deze was verdiend. Ja. Nou, en binnen. Apen trots ben ik als ik zoiets sta. Dus dat is het mooiste gevoel. Mooi.